Daar zit een zekere verwarring in als het gaat om complotdenken. Laten we beginnen met iets wat naar mijn idee heel erg is, maar niet een traditioneel complot. En dat is natuurlijk de schandelijke rol die de banken gespeeld hebben in de kredietcrisis. En dat ze vervolgens met behulp van de centen van de modale belastingbetaler uit de problemen zijn gered. Terwijl de modale belastingbetaler daar van die kredietcrisis nog een hoop last heeft gehad. Ik zie dat niet als een traditioneel complot, want dan zou het allemaal georganiseerd moeten zijn. Het zat veel ingewikkelder in elkaar, maar feit is dat de financiële wereld eigenlijk vanaf de jaren 90... Ja, je kunt dat achteraf niet anders zien dan zich ingrijpend en ernstig misdragen heeft. Je zegt geen samenzwering? Nee, ik zie dat niet als een samenzwering, maar meer als een vorm van incompetentie of geloof in onbeperkte mogelijkheden. Vaak begrepen de bankdirecteuren zelf totaal niet waar ze precies aan bezig waren. Het was een gegoochel met beleggingsinstrumenten wat nooit had mogen gebeuren. En gek genoeg gebeurd is omdat de heel zinvolle en beperkende wetgeving die na de jaren 30, de crisis van de jaren 30, was aangenomen, die is allemaal opgedoekt in de tweede helft van de jaren 90. En het idee was, Greenspan, de man die de Fed jarenlang geleid heeft, dat is het federale systeem van banken in de Verenigde Staten, Greenspan, zei nee, dit was een ideale oplossing, kon allemaal afgeschaft worden, want de risico's waren tegenwoordig zo kunstig gespreid door de markt, er kon niks fout gaan. Nou ja, we hebben gezien dat is op een gruwelijke wijze fout gegaan. En het feit is, daar is de modale belastingbetaler uiteindelijk de pineut geweest. Ik zie dat niet als een complot, ik zie het als een ontsporing van een bankair systeem. Wat George zei over het feit dat die banken daar enorm van geprofiteerd hebben. Hè, het is het bekende verhaal dat dus de verliezen worden gesocialiseerd en de winsten komen in de zakken van de banken terecht. Nou, dat is volkomen juist. Er is geen spel tussen te krijgen. Alleen zie ik dat dus niet als een complot. Nee, maar ik heb ook niet gezegd dat een complot was. Ik heb alleen gezegd, daar is mijn wantrouwen naar wat is er in de wereld eigenlijk aan de hand begonnen. Nou, ik kan me dat wel enigszins voorstellen, want het was een schandelijk drama, anders kun je dit niet noemen. Ik vind ook dat op dit punt natuurlijk, ik vind dat de overheid zich veel meer in de bankaire wereld zou moeten bewegen. Dat er bijvoorbeeld niet een keurige depositobank is die door de overheid gegarandeerd wordt, dat vind ik simpelweg raar. En ik zou nog de beleggingspraktijken van onze grote banken, ik weet niet of daar niet toch hele gekke dingen gebeuren. Je hebt tegenwoordig dat enorm snelle traden, dat wordt met computers gedaan. Ik heb begrepen, ik ben helemaal geen deskundige, dat daar grote risico's worden genomen die beter niet genomen zouden kunnen worden. Maar dat valt niet onder complotdenken. Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Want het komt eigenlijk een grote trek op neer. Alles waarvan ik wel begrijp hoe het in elkaar zit en waarvan ik het boom niet vind dat het schande is. Vind ik geen complotten. Er waren natuurlijk een aantal andere punten. Er zit een aspect in, dat is de geldcreatie. En die stel ik ter discussie. En die heeft complotachtige trekjes, omdat er ooit, zonder dat de democratieën daarover besloten hebben, 300 jaar geleden, hebben wij bepaalde commerciële banken het recht gegeven, wat eigenlijk een publiek recht zou moeten zijn, om ons geld te maken. Ja. Voordat we even hier helemaal op ingaan. Ik wil even het gesprek met Maarten afmaken, dan gaan we zo weer met z'n drieën verder. Niet kwalen. Ja, dat geeft er zijn niet. Natuurlijk Maarten, andere dingen die dat zijn echt de typische complotfiguren. Ja. Op dit moment hebben we natuurlijk een heel populair complot. Populair in de zin dat tientallen miljoenen Amerikanen aan dat complot heilig geloven. QAnon, dat heeft ook bedoel direct, je? Het heeft direct geleid in feite. Ja. Nee, ik bedoel niet QAnon. Oh, QAnon. Ik bedoel eigenlijk het idee dat Donald Trump een magistrale verkiezingsoverwinning heeft behaald, maar dat die hem ontstolen is door een fantastische, door duizenden personen uitgevoerde samenzwering, waardoor hij die verkiezing tenslotte toch verloren heeft. En dat complot, dat idee van dat complot, is vrij karakteristiek voor veel complotdenkerij. In de zin dat er
als dit zo gegaan is, dan moeten er tienduizenden mensen op alle mogelijke bestuurlijke niveaus bij die zaak betrokken zijn geweest. En hiervan afweten en die dat moeten ook dat, op een ja, die vertellen. Moeten daarvan af ja. hebben geweten. Die moeten een week van tevoren zijn gewaarschuwd. Denk nou, kijk even niet waar hoe het met de opkomst is. En zorg nou dat er voldoende valse postale stemmen kunnen worden uitgebracht. Niet waar, om het ongelooflijke succes van Donald Trump te kunnen compenseren. Het wonderlijke is, daarbij moeten minstens duizenden van deze samenzweerders, niet waar, dat moeten Republikeinen zijn geweest. Back to road. Like, I'm trying to, because I don't want to forget. What are you wearing in that video? What is that? I'm wearing a harness. And why? I think it's just like trying to show this, I would say, sensuality or a portrayment of a woman that is not portraying to be liked or loved by the mainstream. It's just like, this is my embodiment of power. This is how I feel at that moment, and this is how I want to show it. So it's, Because, you know, it's like, I wrote it down for myself. It's like, you're not only the work of art, you're like the Mona Lisa, but you're also the artist that paints the Mona Lisa. And like, and me as a consumer, when I comment on your work, it says more about me than it says more about you. Do you agree? Absolutely. Okay, so, God bless. But then, having that being said, you're in an arena with all these people, and I love them all, WAP and Megan Thee Stallion, and the list goes on and on, where perpetuating of stereotypes could be going on, sex, and you're also sexual or sensual, but it's different. Isn't it difficult? How difficult is it for you to push your own narratives in an arena, as an independent artist, as a woman, that is filled with all these other, yeah, I don't know. You understand what I mean? Yeah. Yeah. Well, this comes back to what Gunny Ford and me were talking about earlier. Every level has its devil, you know? So as you move up, it's not getting easier. You're just, there's just inserting new problems that you have to solve, whether that is creative, whether that is business oriented, it doesn't really matter. One of those things is that when you are cultivating or cooking your own story, your own narrative, you never really realize, you know, except for when you're signed to a label and an A&R is going to develop your image, that's a whole different ballgame. But in my case, I never realized that my image would become something that would partially become public property or placed into that arena. So for me, it's not hard. I think it's for others, it's harder. Like, I'm just being myself. You're just and being yourself. That changes, that fluctuates. I'm evolving, I'm growing. Some periods I don't feel like embodying the Sevdaliza that is out there, so I don't. Yeah. And sometimes I feel like I need to change, I need to take a step forward. So, no, for me, it's not really difficult. What is difficult is if you get too much attached to the image that others created of you. That is what gets difficult. And that's why I feel like as artists, you should stay far away from reading too many comments. Because basically what you're doing is your brain is validating you by those words. And maybe if you hadn't read them, you would go a whole different road, down a whole different road that made you a lot happier than becoming the. But don't you have a very carefully curated image? To me, it seems as if it's... No? No. I mean, it's not carefully curated, but it's personal, and you're not used to that because you're used to seeing an artist that is surrounded by 10 creatives. Yeah. So that's when it gets curated. Yeah. I'm Sevda. I wake up every day like this. And then when you wake up in 2017 and you write a song in Farsi against the Muslim ban by Donald Trump, who luckily is now departing, hopefully, you risk damaging that not carefully constructed image, but however you want to call it. Why do you do that?
I think that I handle from intuition, intuitively. Yeah. It was a very intuitive choice. Yeah. I think that the whole process of making that song and releasing that song was like 5 days. Yeah. So it was not at all. So yeah, definitely you have a lot of risks, you know. You're also responsible for the entire structure. That's what I want to know. Yeah. Yeah, you're responsible. So you cannot deflect that on your lawyer or, you know, your A&R who made a bad choice, who gets fired. So yeah, I make the decision, so I also carry the weight for what happens with them. But you did it anyway. Gunifor. Kijk, alles wat ik hierover ga zeggen is voorlopig. Ja, want 13 maanden. Want 13 maanden. Ja. En waarschijnlijk is het pas zo dat we over een jaar of 5... een adequate mondiale reconstructie kunnen maken van mm-hmm. hoe die besluitvorming precies tot stand gekomen is. Dus dit wordt voor een deel speculatie. En dat betekent meteen dat ik daar ook vanuit mijn leerstoel als financieel geograaf niet zoveel over kan zeggen. Nee. Ik doe dat als burger en als nieuwsvolger. En ik heb het idee dat het in hele belangrijke mate... Kijk, een kabinet speelt een schaakspel op twee borden tegelijk. Ja, minstens natuurlijk. Het is een nationaal schaakspel en het is een internationaal schaakspel. En die hebben allebei invloed. En er zitten allerlei terugkoppelingsmechanismen in. Die hebben allemaal invloed op hoe dan vervolgens die hele besluitvorming loopt. Die heeft zijn eigen padafhankelijkheid. Mm-hmm. En je doet een stap. En als je eenmaal één stap genomen hebt, dan heb je de opties die je daarvoor nog had, die heb je deels afgesloten. Als je een stap verder zet, sluit je nog meer af. Nog een stap verder en je hebt nog meer afgesloten. En zo dwing je jezelf als het ware op één pad. Mm-hmm. Nou, dat heeft men ook internationaal gedaan. Dus men houdt elkaar ook internationaal gegijzeld. Met een voorkeur voor een bepaald type oplossing. Het is paniek geweest. Het zijn de beelden van Bergamo in Noord-Italië. Ja, begin vorig jaar. Waardoor men dus ook gewoon... Ja, men moest iets doen. Ja. Dat werd volgens mij heel erg dringend en urgent gevoeld. En dan vervolgens ga je ook internationaal kijken naar wat wordt er gedaan. Dus men heeft eigenlijk dat hele pakket overgenomen. En dat heeft men ingevoerd. Nou, op het moment dat je dat gaat doen, dan weet je dat de volgende keer als die besmettingen weer gaan oplopen, dan wordt het bijna vanzelfsprekend om ook dat pakket weer er om naar dezelfde te halen. Pakket van maatregelen. Zeker ook omdat daar internationaal, zeker binnen de Europese Unie, werd daar heel erg op aangedrongen. Er is natuurlijk veel grensoverschrijdend verkeer. Als jij dat niet doet, dan ga ik de grens sluiten. Dan schaadt je eigen economie. Ja. Dus laten we allemaal ongeveer hetzelfde doen. Een soort domino-effect gaat daar onder andere vanuit. Ja, en Zweden heeft natuurlijk op de een of andere manier ook gewoon de mazzel van zijn geografisch toch wat uitzonderlijke positie. Ja. Dus die ligt daar in het hoge noorden. Het is een door en door gemondialiseerde economie. Het heeft net als Nederland en Zwitserland een groot aantal multinationals binnen de eigen landsgrenzen. De waardeketens zijn verspreid over de rest van Europa. Maar anders dan Nederland ze hebben bijvoorbeeld niet een Schiphol waar honderdduizenden mensen op weekbasis doorheen stromen. Dus wat dat betreft minder zo'n transitofunctie. Dus die lag wat geïsoleerder en die heeft dus eigenlijk gewoon zijn eigen koers kunnen varen. Kijk, en wat er dan vervolgens gebeurt is dat de ervaringen die Zweden heeft met het inperken van COVID-19... ja, die krijgen dan vervolgens als beleidsoptie eigenlijk niet meer een reële kans. Dat is op zichzelf een uiterst interessant hoofdstuk. Fascinerend. Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren? Ja. Er werd ook in Nederland en ik lees veel Britse kranten, ook in het Verenigd Koninkrijk, eigenlijk uitsluitend negatief bericht over wat er in Zweden plaatsvond. En dat is eigenlijk tot in de zomer zo geweest, totdat zichtbaar werd dat er eigenlijk niet zo heel veel uitzonderlijks gebeurd was. En vervolgens zie je dus nu tijdens de tweede en de derde golf dat er in Zweden eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Maar de berichtgeving is er niet meer. We zijn niet meer geïnteresseerd, eigenlijk nauwelijks meer reportages daarover. En dat heeft natuurlijk voor een deel ook te maken met je eigen padafhankelijkheid. Je zit vast in deze mindset. Padafhankelijkheid? Ja, het is heel erg padafhankelijk. Ja, het is een sociaal-wetenschappelijke term en dat is eigenlijk wat ik net aangaf. Je doet een stap en die stap heeft een eigen logica en dus kom je op een pad terecht waarin je eigenlijk niets anders kan doen dan een beetje variëren met de maatregelen die je nou eenmaal afgekondigd hebt. Ja, ja. Het doet mij soms
Maar we hebben ook geen open discussie. Ik bedoel dat. Nee, daar wilde ik nu eens even naartoe. We hebben het over de open samenleving. En die proberen we natuurlijk te bewaken. En iedereen probeert dat, is het gekke eigenlijk. En het gevolg is dat we een jaar achter de rug hebben van een bijna verstikkende publieke opinie. Ja, het is echt het tegendeel van een open samenleving. En dat ik heb dat. Ik heb het een enge ervaring gevonden. Je ziet nooit meer de mens, dus het wordt heel erg logisch. Ja, ja. Terwijl, ja, als jij naar binnen kan lopen, je kan zeggen: hallo, ik ben Renske Leijten en ik wil graag weten waarom mijn kinderopvang is stopgezet. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ja. Nou, dan hadden we heel wat leed bespaard. Het gesprek aangaan, misschien voordat we de rest erbij halen, is het belangrijkste thema. Misschien wel daarin dat we het juiste gesprek moeten aangaan. Tegelijkertijd, bent u persoonlijk, of in ieder geval, bent u wel eens bang? De Kamer komt donderdag terug van reces bijvoorbeeld. En dan gaan we het hebben over die notulen van de ministerraad. Ik heb het hele Pieter Omtzigt functie elders debat gezien. Dat was 15, 16 uur. Bent u niet bang dat deze discussies die hierover gaan, hoe terecht ook, misschien toch afleiden of het risico lopen dat vervolgens de fundamentele analyse niet genoeg aan bod komt? Want we hebben er al zoveel aandacht aan besteed, bij wijze van spreken. We moeten weer door naar het volgende. Ik vind dat we te weinig aandacht besteden aan wat eronder ligt. Maar dat we nu in een proces zitten in de Tweede Kamer, na de verkiezingen, waarbij de VVD bewust gekozen heeft om iemand die in Den Haag nauwelijks nog vertrouwd werd, en dat wordt dan ook nog eens bevestigd vlak na de verkiezingen, daarmee te denken dat ze de macht wel kan aftroeven of ja. Dat is dus het proces van wantrouwen wat je nu ziet. En daar moet een soort catharsis in zitten. Er moet een soort verantwoording in zitten voordat je verder kan. Ja. En op het moment dat je elkaar niet vertrouwt en je leest over geheime stukken, dan geloof je ook niet meer als iemand zegt, ja, er is niks onoorbaars gebeurd, dan geloof je dat niet meer. Ja. Dus dan moet je dat wel openbaar en dan moet dat ook bediscussieerd worden. En welke uitkomst dat moet hebben, vind ik heel erg lastig. Wil ik ook echt niet voorspellen. Maar dit is het gevolg van dat zaaien van dat wantrouwen. Ja. Van dat kunnen denken te liegen of niet vertellen wat de waarheid is. Want daar heb ik het nog niet eens over gehad. Maar ik heb in die ondervragingscommissie gezeten. En in oktober, eind oktober, nou ja, begin oktober. Toen was het 6 weken was het voor de verhoren. Toen kon ik niet meer slapen. Alles wat ze wisten in 2019, waar we naar vroegen, hoeveel mensen zijn het? Is er nationaliteit gebruikt? Hoeveel meer van die kafzaken zijn er? Hoeveel mensen zijn er slachtoffer? Is er ook nog een ander mechanisme? Hebben risicomodellen meegespeeld? Al die zaken die we vroegen, wisten ze gewoon al. En ze hebben het niet verteld. Het heeft bij mij zoiets, hoe noem je dat? Iets losgemaakt van hoe kan een hele beleidsmachine alleen maar bezig zijn met het politieke lot van een staatssecretaris? Dat komt omdat die top, ook al vervang je hem door een nieuw poppetje, onderdeel is van die ABD-cultuur. Ja. Dus en u komt daar op die manier achter en heel veel mensen voelden dat wantrouwen al veel langer en zagen dat al. Precies. Ja. Arre Zuurmond, ook bij ons aangeschoven. De huidige ombudsman van de metropoolregio Amsterdam zwaait af in september. Ja. Welkom, fijn dat u er bent. Als u hier nou naar luistert, wat is het belangrijkste wat u in de analyse van Renske Leijten, wat u is bijgebleven? Nou, je begon bij het New Public Management, zoals wij dat dan als bestuurskundige noemen, wat met Thatcher en Reagan is begonnen. We zijn in mijn beleving in een periode van 20, 30 jaar in een heel erg dominant discours terechtgekomen. Dat heilige geloof in die rationalisering, in die efficiëntie, in controle. En dat systeem is eigenlijk volledig doorgeslagen. En als je dat combineert met macht, daar hebben we het eigenlijk weinig over gehad. Maar ik denk dat er de laatste 10, 20 jaar ook een machtsconcentratie is geweest in het Haagse. Je ziet eigenlijk als je terugkijkt dat belangrijke tegenmachten in positie en in kracht zijn afgenomen. Het zij door bezuinigingen, maar ook wel door bepaalde benoemingen. Ik denk bijvoorbeeld aan Wim van der Donk, een oude WRR-voorman, president of voorzitter. Dat was een hele autonome denker. En ik kan nu nog niet bedenken hoe zijn opvolger heet. Daar heb ik nooit meer iets van gehoord. Ah, maar. Huh?
Hamer, toch? Nee. Oh, dat is Sir. Daarna is Knotneres gekomen. Knotneres. Nou, hebben wij ooit iets van... Derde, en die ben ik ook zijn naam. Ja, dat is maar, Prins. Maar dus het punt is, hè, dus je hebt eigenlijk twee dingen tegelijkertijd. Er is een soort rationaliseringsproces met een homo economicus-achtig model, waar iedereen denkt, het gaat eigenlijk alleen maar om geld en we kunnen alles uitrekenen. En we hebben niet iets met elkaar, we moeten niet voor elkaar zorgen. Ja. Maar we gaan alles zeg maar, met contracten regelen, wat overigens niet alleen in de juridische, sorry, in het economische zit, maar ook in het juridische systeem. En wat is ook helemaal gerationaliseerd. Schaalvergroting die erbij hoort. Dat is... Zeker een soort morele steun gegeven hebben van we doen het goede, maar de volgordelijkheid in de tijd is dat vanaf 2000, eigenlijk al vanaf 2007, men niet de wet volgde en de bescherming die in de AWIR zat, de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen, niet aan burgers gaf, dan kun je geen dure advocaat inhuren, omdat die zijn meestal bezig met de vennootschapsbelasting en niet met de toeslagen. Dan en die Bulgare fraude komt pas later. Het is wel iets wat gewoon misgaat in de wetsbehandeling. Want de wet wordt in 2000... Het is een totale chaos, die wetsbehandeling. Ja. De wet wordt nog ingediend door Wouter Bos, wat ik net zei. De wet wordt ingediend in een demissionaire periode. Dus niet eens na de val vanwege Srebrenica, maar na de verkiezingen. Dus er zijn verkiezingen geweest. Het tweede Paarse kabinet is demissionair. Dient een wet in die best wel vergaand in, want het gaat om het hele ombouwen van het kinderopvangtoeslagstelsel. Nou, niet een klein reparatiewetje, zal ik maar zeggen. Nou, dat eerste kabinet van Balkenende, dat komt daar niet aan toe. Die zijn met wat andere zaken bezig, hè, de LPF-perikelen. En het tweede kabinet Balkenende behandelt die wet. Maar die hebben ze helemaal niet bedacht. Dus het tweede kabinet Balkenende gaat hem veranderen. D66 denkt, dit doe ik niet. LPF blijft hem steunen. Het is één grote bende. En wat er dan ook gebeurt, is dat de Polen en Bulgarije dan nog niet overigens, is dan wel toegetreden tot de Unie. Maar de arbeidsmarkt gaat het pas in 2006, 2007 open. Maar dus niemand denkt te vragen, maar wat gebeurt er met migranten? Maar nou, volgens mij is wat Sylvana Simons bedoelt, tenminste waar u naartoe hintte, is iets anders wat daaronder ligt, een houding. Een houding, want die tijdlijn is heel belangrijk. Dank voor de opheldering, ook naar mij, want ook ik hoorde meestal de andere versie. Ja. Maar feit blijft het volgende. Op enig moment constateer je dat je een systeem hebt dat gevoelig is voor fraude. Mijn conclusie zou zijn, we moeten dat systeem fixen. Met alles wat we nu weten, lijkt het te zijn geweest alsof de conclusie niet was, we moeten het systeem fixen, maar we gaan ons focussen op de mensen waarvan wij denken, die maken misbruik van dat systeem. En dat zijn twee heel verschillende dingen. En dan krijg je dus... je kunt niet anders dan concluderen dat de aanpak die deze ouders hebben ondergaan, dat was persoonlijk, tot op het bot persoonlijk. Die mensen moesten bloeden. En dat is waar mijn frustratie zit, in het ontbreken van de bespreking, al tijdens het grote debat. En ook eigenlijk wel in... We missen dat gewoon. Ook in de opdracht aan de commissie bijvoorbeeld. Hè. Dus we moeten dan een apart onderzoek laten doen door de autoriteit persoonsgegevens. Die ook weer eigenlijk heel technisch gaat kijken. Terwijl we het ook moeten hebben over dat wat onbesproken blijft. En dat is een attitude die daaraan onder... De autoriteit persoonsgegevens noemde na de werkwijze van de Belastingdienst discriminerend. Dat is nog net niet genoeg. Want we praten in Nederland best makkelijk over discriminatie. Dat mag niet, dat vinden we allemaal, omdat we ook allemaal slachtoffer kunnen worden van discriminatie. Maar racisme is iets heel anders. En etnisch profileren is een onderdeel van racistische overtuigingen. Dan kijk je dus specifiek naar een groep mensen en zegt, dat zou wel eens een groep mensen kunnen zijn op basis van het feit dat ze in een ander land geboren zijn, dat ze een dubbele nationaliteit hebben, of wat we in Nederland noemen een moeilijk uit te spreken naam. Ja. En dan wordt het, dan krijgt het voor mij een andere dimensie. Misschien daarin Pieter Omtzigt vandaag ook, hè, de commissie Bosman, die zei de spagaat van de uitvoeringsinstanties, zij moeten en efficiënt werken en de menselijke maat bewaken. Ze moeten en burgers helpen en streng optreden tegen fraudeurs. Hoe kijkt u hiernaar in de zin, want volgens mij, en corrigeer me als ik het niet goed interpreteer, is een van de dingen hierin, in het moment dat wij constateren dat ergens fraude plaatsvindt, zijn er twee reacties mogelijk. Vanuit vertrouwen, waarbij je zegt, wij moeten ervoor zorgen dat de mensen die het goed doen,
dat die de ruimte hebben om het goed te doen en daarin accepteren we dat er ook iets misgaat? Of vanuit wantrouwen met het risico dat we een grotere groep raken dan we eigenlijk bedoelen of willen opsporen of vinden, omdat die willens en wetens dat doen? Exact. En dan is er ook nog een verschil tussen een grotere groep raken of een hele specifieke groep raken. En daar komt volgens u ook kleur, nationaliteit... En klasse, ja. Ja. Daar zijn een aantal dingen die hier misgingen. Ten eerste was er wel degelijk een aantal opvanginstellingen dat op randjes zat en er ook overheen ging. Dat kwam ook omdat de wet van alles toestond aan het begin. Dus je kon je opa en opa laten opvangen. Nou, daar valt niet tegen aan te controleren. Want